Ik ben Ivo Schundro, ik ben 43 jaar. Ik ben musical artiest, ik zing, ik dans en ik acteer. Ik choreografeer, ik regisseer en ik spreek veel in. Dus ik doe best veel met mijn stem. En dat doe ik ondertussen al bijna 20 jaar. Op dit moment ben ik een meneer tijd in de voorstelling Caro in de Efteling. Ik mag mezelf ook choreograaf noemen van deze voorstelling. Die heb ik samen verzorgd met Stanley Burleson. Iets meer je gezicht in het water, Anne. Yes! 5, 6, 7, 8. Je zou me kunnen kennen van televisie, bijvoorbeeld All Together Now, daar zit ik in de jury. In theater speel ik op dit moment, alterneer ik de rol van meneer Tijd in de Efteling, in de voorstelling Caro. De stem zou je misschien kunnen herkennen van Pokémon of Marvel. Ik ben begonnen met boyband. Daarna kwam Aida, dat is echt wel een lieveling van mij. Toen kwam mijn eerste echte hoofdrol en dat was Aladdin. En daarna, even denken hoor, Fame. Dat heb ik 2 keer mogen doen. Dat is echt een lievelingsrol, Tyrone. Omdat hij eigenlijk alles op toneel moet neerleggen. Alle stijlen van zingen, rappen, maar ook alle stijlen van dansen, klassiek, jazz, hip-hop en al die dingen bij elkaar. En hij moet echt een potje kunnen acteren. De hele tijd boos. even kijken, dan gaan we iets meer naar nu. Lelies, okay, dat kan je misschien gezien hebben. Dat is echt een van de mooiste dingen die ik heb gedaan. Joseph, We'll Rock You. Ik heb veel getoerd met Hans Klok. Ik heb tours gedaan met Rutje Kot. Ik vergeet 100 dingen nu, maar dat zijn wel wat hoogtepuntjes. We Will Rock You, for sure. En dan vooral de rol van Galileo. Ik was in We Will Rock You. Walk-in cover Galileo en walk-in cover Brit. En Brit die zingt I Want It All. En nog een nummer, daarvoor moest ik leren om een beetje mijn rock sound op te zoeken. Maar We Will Rock You, de rol van Galileo, dat is echt vocally, voor mij in ieder geval, de ultimate challenge. En ik zei ook altijd, voordat ik in We Will Rock You zat, als je Galileo kan zingen, dan kan je echt zingen. En dan mag je nooit meer zeggen dat je niet kan zingen. En toen kwam dat telefoontje. Of ik Galileo wilde coveren. En ik dacht, nou daar gaan we dan. En het grappige is dat ik in het begin kon ik eigenlijk de halve show zingen. En daarna had ik geen stem meer over. Met veel te veel knepen en zo. En toen ontmoette ik Robin. En toen zijn we gaan werken aan het materiaal. En een paar weken later kon ik de show van voor naar achter, van boven naar onder. En nog een keer zingen als het zou moeten. En dat was echt amazing om gewoon te ontdekken dat je denkt dat je stem zo groot is, bijvoorbeeld, zo'n kistje. En dat daar omheen, dat het eigenlijk zo groot en zo groot blijkt te zijn. Ja, dat was echt amazing. Ja, top. Nou, ik denk voor mij is altijd de combinatie van stemrust. Dat is voor mij echt heel, heel waardevol. En het bubbelen is voor mij heel fijn. Dat geeft een bepaald soort ontspannenheid. Goed opwarmen. En dan niet, vroeger dacht ik altijd dat opwarmen was de uiterste opzoeken. Gewoon zo. Zo'n schreeuw in die gangen van de theaters voordat je het toneel op gaat. En nu zit het er meer in weten dat alles er is, zeg maar. Als ik een paar glissanden, dat soort dingetjes, of gewoon in de laagte en in de hoogte, gewoon een beetje zorg dat het er allemaal is. En daar dan ook al gewoon op vertrouwen dat het er is, in plaats van die dingen te gaan doen. Ik heb geluk dat ik best een sterke stem heb. Soms is hij misschien een beetje ver te zoeken en dan zit hij echt in de kelder, zoals ik het noem.
Maar ik heb nog nooit gehad dat hij het helemaal niet deed. Zoals ik bij sommige mensen wel eens dat het gewoon niet sluit of er gewoon niks uitkomt, zeg maar. Of, nee, dat heb ik nog nooit gehad. Realiseer je dat het vak heel hard werken is? En binnen dat harde werken dat je moet focussen op het plezier. Dat je vooral moet genieten. Want het gaat echt super hard en het gaat heel snel. Ineens ben je 20 jaar verder en denk je, wat is er allemaal gebeurd? Wat heb ik gedaan? En focus op jezelf. En focus om te werken aan de beste versie worden van jezelf. De beste acteur, de beste danser, de beste zanger, wat je ook je ambitie is. En probeer je standaard niet vanuit iemand anders te halen, maar vanuit jezelf. Want anders ben je constant aan het concurreren met andere mensen. En eigenlijk zou je een beetje moeten concurreren met jezelf, met je eigen versie. Dan ben je ook veel minder... ik zou willen dat ik het zelf iets meer had gedaan vroeger. Dan ben je veel minder zenuwachtig als je een auditie doet of als je ergens moet zingen of zo. Want als jij namelijk altijd de beste versie van jezelf neerzet of geeft of kan laten zien in een situatie, that's it. That's good enough, right? Ik ga All Together Now weer doen. Season 2. Daar heb ik heel veel zin in. Dat is echt een feestje om te doen. En in december mag ik de Christmas Show weer helpen choreograferen voor het Ziggo Dome in RTL. Daar ben ik ook heel blij mee. En in januari en februari 2020 speel ik Meneer Tijd in de Efteling in de voorstelling Caro. Komen kijken. It's pretty. Klaar met Green Mountain, for sure. Samen met Patricia van Haastrecht. Er zit een goed verhaal achter, is dat als ik een tijdje niet zing, dan ontwikkelt zich in mij een bepaald soort zangangst, zoals ik het noem. Waarvan ik weet, het slaat nergens op, maar dat is wel wat er in mijn hoofd gebeurt. Dus dan word ik een beetje bang om te zingen. En ik kwam Patricia tegen en zij is helemaal niet bang om te zingen. En zij had wat meer moeite met haar fysiek. En ik ben qua fysiek super comfortabel. En vocaal was ik niet meer zo comfortabel. Dus toen besloten we elkaar te gaan coachen en helpen. Ik ging haar coachen in fysiek, dus op hakken lopen en voor de spiegel en comfortabel in haar lijf zitten. En zij ging mij, ik moest veel voor haar zingen. En daar ging zij commentaar op geven. Toen heeft ze mij geïntroduceerd bij haar zangcoach, Marcel Sverissen. En bij Marcel ben ik zeg maar weer opnieuw aan techniek gaan werken, die vocal essence. En ja, comfortabel worden in mijn eigen sound, in mijn eigen stem. En toen zeiden Patricia en ik dat we als afsluiter van ons traject een heel moeilijk nummer, een heel moeilijk duet zouden willen doen. En toen hebben we gekozen voor Climb Every Mountain. Toen hebben we de versie van Jamie Foxx en Barbra Streisand. Toen hebben we Marnix Wetzer erbij gehaald om een arrangement voor ons te maken. En zijn we uiteindelijk echt de studio ingegaan en hebben we daar een hele mooie clip bij gedraaid. Waar we alle drie super trots op zijn, omdat er nu een document is wat ons traject vast heeft gelegd. Dus ja, dat, trots op. Climb every mountain. Search high and low, follow every byway, every path you go. Till you find
that we'll need. That we'll need. All the love we can give. Every day of your life. Of your life. For as long as you live. As you live. So. That we'll need. That we'll need. All the love we can give. Every day of your life. Of your life. For as long as you live. Climb every mountain. Abonneer je nu op Vocal TV.